Lens, de bus naar overal. Morgen, Emma. Morgen, Naomi. Welke dag is het? Nou, we hebben vandaag basketbaltraining, dus dan is het dinsdag. Of woensdag, of donderdag, of vrijdag. Oh. Sinds we bij het team zitten, lijkt het alsof we alleen nog maar aan het trainen zijn. Als basketbal niet mijn favoriete sport was, zou ik het skippen. Hey, dat is een goed idee. Waarom niet? Een training skippen? Echt? Tuurlijk! Eén piepkleine training missen is niet erg. We gaan vandaag niet en gaan voor een spannend leuk avontuur. En dan trainen we morgen dubbel zo hard. Maar we hebben helemaal niks gepland. Dat is het juist. Laten we een andere bus nemen en gewoon meegaan tot het eindpunt. Daar komt een bus. Maar ik weet helemaal niet welke. Ik pak heel even mijn bril. Nee, niet kijken. We stappen gewoon in en de bus brengt ons naar waar het avontuur op ons wacht. Oké. Ik bereid me voor op spontaniteit. Dit is fantastisch. Ik ben benieuwd waar we heen gaan. Maar wat als dit een regionale bus is? Straks zijn we kilometers ver van Heart Lake City. Inderdaad. We kunnen uitkomen bij de Heartlandbergen en de top beklimmen van de Mount Echo. Echo. Ik heb nog nooit een berg beklommen. Ik ook niet, maar dit is onze kans. Of we gaan naar de Sky High brug en bungee jumpen er vanaf. Het is net als vliegen. Of een soort menselijke yo-yo. Wat leuk kan zijn. Maar wat als deze bus niet naar de Sky High brug gaat? Dan is het gaan met die banaan. We zouden kunnen rollen van een berg. Weet je, ik heb altijd al willen weten hoe een hamster zich voelt. En wat als we terechtkomen op het strand? Dan gaan we surfen. Ja, dan kan ik eindelijk eens kawabanga zeggen. Of we gaan varen met de speedboot. Ik word zeeziek in boten. Kunnen we niet gaan vliegen? Natuurlijk ja. Kawabanga! Laatste halte! We zijn er, we zijn er! Kom op, dames. Even een beetje tempo erin. We zijn op de basketbaltraining. We hebben onze normale bus genomen. Nou, we hebben gezegd dat we zouden doen waar de bus ons heen bracht. Ik denk dat basketbal ons lot is. Laat het avontuur beginnen.